totaal van die dubbels moeten doen. We sluiten het af, want we gaan weer terug. 58. Ja, Michael van Gerwen. Toen we uit de tweede pauze kwamen, stond hij 7-3 achter. En moest hij Phil Taylor nog drie keer breken. Dan ging het over aan tafel toen. Hij heeft het gewoon in één sessie gedaan. Met hulp van Taylor inderdaad. 60. Maar goed, het maakt niet uit. Hij heeft het gedaan. Ja, het is iets wat je bij Taylor niet zo heel vaak ziet, hoor. Dat hij zo'n grote voorsprong dan zo makkelijk weggeeft. Omdat hij met name zelf dingen mist. De ergste tikken die je kunt uitdelen zijn de tikken die je zelf uitdeelt. Finishpercentage is gezakt naar bijna 30. Er staat op 40%. 134. Goed, neemt niet weg dat Taylor zich in al die legs natuurlijk wel kansen creëert. Hè? En als hij gewoon blijft gooien zoals hij nu gooit, dan gaat hij zich die kansen ook blijven creëren. 139. Ja, en Taylor is niet de enige die wel eens een pijl op een dubbel gemist heeft deze wedstrijd. 55. Op belangrijke momenten. Nou, Taylor laat nu 149 over. Van Gerwen. 32. Toch weer een kans. Ja, maar goed. De leg hiervoor stond hij gewoon na 12 pijlen. En die heeft hij nu gegooid eigenlijk op een dubbel. Nu is het 149. 97. Michael Jurgen, 32. Games on the 16. Nou, boom. 9-7 en 6 legs op rij voor Van Gerwen. Die heeft hij ook maar weer binnen. Ja, kijk eens even aan. Kijk eens even aan. Echt op de vierkante centimeter. Nummer 7. Het is altijd lekker als je dat meteen kunt doen in de leg van je tegenstander. Hoewel die tegenstander natuurlijk zelf ook best goed begonnen was. Ja, en ook best goed doorgaat. Taylor moet deze leg wel houden nu, hoor. Want anders wordt de achterstand gewoon echt te groot. Dan komt er 2 breaks achterstand. Momentum ligt al bij Van Gerwen. Op een gegeven moment kun je het niet meer stoppen. En dus moet deze leg binnenboord blijven voor deze man. Ja hoor. Wat een leg van Taylor. 140, 139, 180. 96. Toch krijgt hij niet veel ruimte. Hij moet uit met deze pijlen. Hij heeft inmiddels 9 pijlen op rij gemist op de dubbel. Dat is 10. Maar 11 gaat erin. Precies. 9-8. En een 12 darter voor Taylor. Het moest ook uit een 12 darts. Gerwen stond op 85. Druk het gaspedaal toch weer even wat verder in, hoor, met tweeën. We zitten er in zo'n fase dat missen moeilijker is dan raken. 96. Allebei 7 keer 180. Taylor op 56 in de leg die Van Gerwen begonnen was. 94. Om het initiatief weer terug te pakken.
Veel Taylor. Oh, Taylor. Wat mis je veel dubbels. Van Gerwen gaat naar Tops. Die krijgt daar één bel voor. Stapje opzij. Ik had hem eigenlijk al opgeschreven. Geen 10-8. Maar 9-9. Taylor is terug. En ineens is het heel druk daar aan die tafel. Iedereen wil water. Ja, wat hebben we gesmuld van de finale van het vorige toernooi. Van Gerwen tegen Anderson. Het was een spektakelstuk van de bovenste plank. We krijgen er weer eentje voor ons kiezen. Kan toch bijna niet anders dan dat dit tot een gaatje gaat, zou je zeggen. 140. Nou. 140. Hij heeft het initiatief in de wedstrijd weer terug, Taylor. Maar voor hoe lang? Ja, hij heeft het initiatief in deze leg kwijt. We hebben triple nodig om het beter weg te zetten. Maar ja. Dat is nog niet zomaar gedaan, 121. De 161 is toch nog wel een stukje lastiger. 43. En maar 43. Dus Van Gerwen. Triple 20 er al in. Naar dubbel 14. Ja hoor. We doen er gewoon nog een finish van boven de 100 bij. 121 op het moment. Dat Taylor met twee legs achter elkaar gepakt heeft. Ik denk dat hij weer aan de touwtjes trekt in deze wedstrijd. Nee hoor, zegt Van Gerwen. Ik breek je gewoon meteen weer terug. En dan dit. Erachteraan. Dit is toch wel smullen hoor. Het is ongelooflijk. Het lijkt zo makkelijk als je dit ziet. Er staat toch een beetje druk op. Er is van alles. Hè? Die zaal achter je, de prestige, het prijzengeld. Dan denk je van, nou, daar word je toch zenuwachtig van. Ja, en vergeet ook niet, Jacques, hoe vaak gaan we dit nog zien? Een grote finale tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor. We weten het niet. Nee, het kan, iedere keer kan de laatste zijn. Dat klopt inderdaad wel. Triple 18 en bullseye voor Van Gerwen. Nee. En dus komt Taylor weer terug voor 128. Blijf dicht bij elkaar. Ook hij kijkt naar de 18. Enkele gegooid. Triple 20 en bullseye. Ja, bullseye voor Taylor voor 10-10. Hart van de triple 20. Maar niet. Hart van de bullseye. Helemaal geen bullseye. Eén pijl voor de dubbel. Naar Tops. Niet naar Tops. Ja, zo is dit een zenuwslopende affaire. Weer die derde pijl voor Taylor. En weer die derde pijl niet. Hij begrijpt er helemaal niks van. Ja, dit was de 20e leg inderdaad.
Van Herwe heeft het initiatief meteen weer teruggepakt. En uiteindelijk kan hij ook nog een lekje verder uitlopen. 11-9.